tweede verdieping. Ja. Jo, tot zo. Deze drie, twee waren er neem ik aan sowieso zeker voor jullie om te spelen. Of waren ze alle drie in jouw ogen? Hoe ging dat? Nou, dat, laten we zeggen, Joost was steady. Tim was fantastisch dat jaar. En Wil klom uit dal. Diep dal. Ja. Diep dal het jaar daarvoor. Ja, 2005 was voor jou een minder jaar. Ja. Ik ja. weet nog dat wij gingen, we hadden het Zuid-Afrikaanse amateur hebben jullie gespeeld. Maar was dat in maart of zo? Was in maart, we moesten dus bepalen welke drie of vier. Vier. Maar toen was Wil verre van een logische keus. We zaten in de buggy, of in het bubbelbad, met z'n drieën. En toen was het zo van, eind van het jaar gaan we met dit team... Dat weet ik niet meer. Jullie met z'n drieën? Ja. Dat weet ik wel. Dat zei ik, gaan we met dit team het WK winnen. Ik weet wel dat jij iets op een briefje had geschreven. Ja, vanaf maart of zo, WK winnen. Als ja, team, als hier, team. Dat staat hier. Ja. Zuid-Afrika, de aankomst. Jullie gingen naar het huis. Ja, midden in de nacht was dat dat aankwam. Ik weet alleen wat we anders gingen maken. Ja, en daarvoor gingen we als eerste met flitslicht. Ja, expres, dat was echt mooi. Weet je, kijk of je dit doet. Deze deed het niet vorige keer. Nou, wat er goed. Waar had we dan nog geen uren in Zuid-Afrika? Omdat ik nu zit te denken, het zag eruit als jouw cola. Het water zag eruit als jouw cola. We hebben gewoon in je eigen douche zitten schijten. Jeroen als kok, dat was goed, hè? Ja, Jeroen was top als kok. Ontbijt, maar steekjes, pasta. Hij is echt grote sponsor geweest van die supermarkt die week. Ja. Holy shit, ja. Carnaval. Ja, Carnaval. Die eten een hoop, jongen. Als je ook een foto ziet van de keuken, die hele planken, alle kasten, die staan helemaal vol. Want dan koop je voor vijf mensen, dan, je hebt echt het idee dat... Toen er nog tweede of derde stond, zei hij van de only way is up of zoiets. Ja. Ja. Toen we aan de leiding stonden, the sky is the limit. Ja. Dat kan ik me nog herinneren. Ja. Hij speelde niet zo goed. Ja, voor de rest van de ronde weet ik echt niet hoe die is verlopen voor mij. Dat, Ik weet alleen dat mijn score niet meetelde, dus ik heb voor weer geen spek en bonen. Energie nog onzicht of zo. Ja, dat was de tweede dag ook zo. Ja, de tweede dag. Ik had net zo goed in mijn bed kunnen blijven liggen. Dat was mij ook een hoge ronde. Was het belangrijk voor jou om een score binnen te brengen als je achteraf aan de hebt? Tuurlijk. Ja, voor dat gevoel meteen. Dat ik het niet had gedaan, dan had ik niet gewonnen. Snap ik, maar omdat je zegt... Poel in de bunker. Ja. Kort zieke spinner was dat, zo tegen. Hoe weet je dat? Nee, hoe heb je dat gezien? Ik liep volgens mij die hol erna, die liep zo. Volgens mij liep ik op 5. Ja. 4 kwam zo en 5 ging zo. Ah, dat was groot. Toen zag ik hem. Ik sloeg wel echt slecht de bal links in de bunker, voor een liedje uitschreven. Maar op 4 chipt hem in. Hal 3 heb je dat ook. Of was jij dat tegen die min chipt op 4? Eén keer denk ik. Voor jou chip ik hem niet in. En toen, misschien holen de punt, dus maak gewoon par. Dat het niet zo lang. En jouw enkel, je had echt iets aan je enkel, Tim, of niet? Ook niet. Nee, klimmen. Hij ging tijdens het WK ging hij klimmen met die m'n van ons. En ik mocht niet. Chris, ik zeg, je gaat niet klimmen. Nee, je zou naar die klimmuur gaan. Ja, ik zeg, weet je Chris, al val je van de bovenste ding naar beneden, I don't care. Maar Tim gaat niet klimmen. Ah joh. Dus ik... Kwamen ze zonder web doorheen, kwamen ze terug. Zo. Tim liep zoals ik mee. Echt vanaf het huis naar de race. Dus echt 400 meter zo gewandeld. Want ik mocht natuurlijk geen één moment mocht ik het laten zien. Ja. Jij moest je opdrukken bij een beurt. Alle coaches. Oh, alle coaches. Als iemand een beurt, maar je moest ook voor de ander. Dus als je Chris zag bukken, dan moesten wij ook weer 10 keer. En iedereen dacht van wat zijn die zijn Mongolen. Dat ging natuurlijk ook nergens over. Voor de tweede stage. Die dames vonden het. Hun vlogen volgens. Maar jullie bleven nog 2 dagen. Jullie zijn nog gaan surfen. Maar de avond vlogen volgens mij pas. Was ik nog gaan surfen? Niet gaan surfen, kon je ook niet meer surfen. Ja, ik moest op die zondagnacht vliegen, maar ja, we hebben daar staan zuipen op dat feest. Ik zat helemaal lam met vliegen. Een paar shortjes op daar, ik weet niet hoe groot die rekening was, maar... Nou, ik weet wel dat Chris alle teams had aangebouwd. Ja. En dan doen we er op een WK een paar mee. Het is maar goed dat zij daar niet zo duur is. Dat was wel een plek daar, jongens.